hier zo voor de wc. Tada. En die ga ik opknappen. Ik zal hem even openlaten trouwens. Die ga ik opknappen. Wat is nou bij de bedoeling? Nou, ik ga lekker verven. Aan dat lampje ophangen. Niet meer die ster, zoals je ook al gezien hebt. De wc kan ik vrij weinig aan veranderen. Want dat is de wc van de woningbouw. Kan je niet veel aan doen. Nou, vloertje gaat eruit. Komt een nieuw vloertje in. Ook top natuurlijk. Dus ik ga lekker schilderen. Ik ga een behangetje plakken. Ik ga de andere kant schilderen. Ik ga dingetjes ophangen. En ja, de lamp komt natuurlijk te hangen. En ja, zo ga ik pimpen. Ik haal die, ik hoop dat die focus, die stickers, ga ik eraf halen. Ben je het kwijt? Ja, ik ben die verfbus kwijt. Ja, die staat niet achter in de schuur hoor. Die moet ergens hier gewoon in de schuur staan. We zijn een verfemmer kwijt. Maar goed. Die is, we gaan even kijken hoor. Ja, ik ben nog niet zo zeer een holografische. In ieder geval die stickers daar, die gaan eraf. Die tijd heb ik gehad. Ik heb ze volgens mij nu al, en ik had ze zelfs in mijn flatje al. Dus ik denk al zo'n 13 jaar in mijn bezit. Dus ik heb ze van mijn flat meegenomen hier, maar nu ben ik ze wel beu. Dus die ga ik weghalen. En ja, we gaan het lukken. Pip, ik heb daar een kastje hangen. Die kastje gaat weg. Die deur die wil niet, kom hier naar me toe. Die kastje die ga ik weghalen. Die zit hier zo aan die kant. Die ga ik weghalen. En er komt een ander kastje aan die kant van de muur. Daar komen allemaal spulletjes zoals de wc-papier. En de maandelijkse spulletjes en al dat soort dingen meer. Dus ja, en aan die kant komen van die rekjes. Om een beetje leuk te decoreren en zo. Zoals een beeldje of een dingetje of een parfummetje of zo. Dus ja, ik ga hem pimpen. Dus ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Doe vast een duimpje omhoog. Ga vast abonneren. De emmer is boven water. Ja. Die stond waarschijnlijk hier tegen de hoek aan zeker? Nee, stond ergens in het midden. Oh, in het midden? Oh, nou ja, dat kan ook. Ja, onze schuur is niet opgeruimd. Maar dat komt nog wel. Maar in ieder geval, we gaan hier lekker mee beginnen. En dan denk je, je hebt toch je nageltjes gedaan? Ja, ik heb mijn nageltjes gedaan. Die ga ik beschermen. Ik trek gewoon een handschoen aan. Dus er gebeurt er niks. Dus daar gaan we voor zorgen dat dat gewoon goed blijft. En ik heb er zin in. Eindelijk gaan we eraan beginnen, jongens en meisjes. Eindelijk. Nou, heel vaak zeggen. Hier deze muur die gaat ook binnenkort natuurlijk een kleurtje krijgen. Die krijgt dezelfde kleur als de woonkamer. Die bruine kleur. Dus, maar daar hebben we ook nog genoeg van. Daar sta je trouwens ook op die emmer. Op die kleur. Want in mijn statief is nog niet groot genoeg. Ik moet ook nog eens in de toekomst nog eens een langere statief zien te bemachtigen. Dus ja. Oh, wel focus blijven. Dus ik heb er zin in. Dus nogmaals, doe een duimpje omhoog, abonneer. En dan zien we je zo. We gaan even de spulletjes in orde maken. Tot zo.
geworden. Ik heb wat in het kastje gezet. De wc-rollen en de maatverband. Helaas past dit bakje niet, dus ik moet op zoek naar andere plastic bakjes. Om het netjes in te stallen. Maar ja, dat is hoe het er nou uitziet. Kijk, de deurtje sluit niet echt netjes. Ik heb er een leuke kralenketting aan gedaan. Voor nu laat ik dit allemaal eerst even drogen. Want ja, dit kan natuurlijk niet nog iets aangemest worden. De stickers zijn eraf zoals jullie gezien hebben. Dus dat is gedaan. Ik ga dadelijk de vloer er nog even uithalen. Hetzelfde eruit halen. Hetzelfde. Ik ga bij de wc beginnen. Vinden jullie dat leuk om te doen? Ja. Mag kapot hoor. Maar dan moet ik dat denk ik er wel vanaf. Anders gaat het niet echt lukken. Sterke meiden. Sterke meiden. Waarom ga je niet filmen? Ik ben aan het filmen. Moet er van afstaan dan? Nou, ik denk dat het makkelijker is om eerst eens van de drempel af te beginnen. Ja, dat is ook wel. Of langs de randen, hier zo. Misschien dat dat wel een beetje werkt. Nee, dat werkt niet. Nee. Oh, langs die, nee, bij de tegeltjes, langs die wand. Maar dan zit je nog vast. Ja, het moet toch vastzitten. Nou, zou ik eens even een premiermesje pakken? Ja. Mag ik? Dan gaan we eens proberen. Lukt het met het premiermesje eronder te komen? Mag ik eens proberen, Blijs? Ik had het. Misschien hebben we meer koel. Ik ga even zoeken, moment. Ja, kinderen iets laten slopen, dat is natuurlijk helemaal leuk, hè? Ja! Ja, lukt het? Ja! Ja? Kippen! Goed zo. Nou, dan gaan we het eruit halen. Mirko, zo kan ik het niet. En niet boos worden. Nou, Messing, als jij je handjes nou zorgt dat je hem omhoog houdt, dan kan Mirko hem verder naar haar toe te halen. Kun je hem trekken? Lessing, doe eens bij Mirko helpen trekken dan naar. Kijk. Maar... ja, gewoon doe dat omhoog te houden. En zo. Pas op voor je vingertjes. Moet mama even helpen, want dit gaat niet echt lukken, hè, zo. Ja, maar... Of jullie gaan precies met je knieën er weer opnieuw op zitten. Ah, kom. Jullie kunnen het. Slopen maar. Pas op voor je vingertjes. Ja, dat heb je als je er heel vaak op loopt. Dan gaat de papa het goed plakken, hè? Ja. Ja. Dan. Moet mama klein piepje helpen? Ja. Oké, mama gaat je piepje. Nou. Ga maar trekken. Als je iets gaat staan, Blessing. En aan het zeil trekken. Aan het zeil trekken, schat. Trek aan het zeil. Doe maar trekken, 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 trekken. Ja, gooi maar even achter je. Doe maar trekken. Sloopt het maar kapot. Sloopt het maar kapot. Dit is toch heerlijk om dingen te slopen? Ja. Nou, Marat, kijk. Moet je kijken of wie? Ja. Dat is wel tijd voor iets nieuws, hè. Kijk, want wie zie je de lekkage? Wat de wc heeft gegeven. Nou, dan gaat Blessing staan. Ja. En dan kan je zo dat cel pakken en omhoog trekken. Spierballen! Go power! Kunnen jullie wel? Kunnen jullie wel? Sterke meiden. Die rol gaat zo bij elkaar. Naar het volgende stukje. Sterke meiden. Sterke meiden. Strakjes wel even handjes wassen natuurlijk. Ja. Want dat is vies. Wat mogen we straks nog doen? Nou, dit moet eigenlijk even gestofzuigd worden. En dan doen we even die plakkenlijn de rest even weghalen van de vloer. Dat doe ik. Lukt het, Mirko? Ja. Laatste stukje. En... goed zo. Nou, dat mag naar buiten gegooid worden. Pas op je zus. En meisjes, vonden jullie dit leuk om te doen? Ja! Vonden jullie het niet erg om het te doen? Nee. Kijk. Nee, maar als mensen zeggen van...
kinderarbeid. Nou, jullie vinden het leuk om te doen, hè? Ja. Ja. Morgen moet mama weer een nieuw tapeje plakken. Voor de nieuwe stukje zeil. Maar dan moeten ze eerst even de verzekering doen. Ik moet die zeil. Nee, dit is behang, schat. Ah. Dat behang kan niet op de vloer. Dat zou op zich misschien nog wel kunnen, maar dan moet... hoe noem je dat? Een bepaalde lak overheen en dan zou het misschien nog kunnen. Nee, de wc lekt precies niet zo achter. Niet zo achter lekt het. Dus ja, dan moet dat even vervangen worden. En ik denk dat dat die rubber ding ook aan de heen is. Dus dat moet even gefixt worden. Dat doen wij met z'n allen. Zo. Wat dat haar. Ik heb rode wangen. Je hebt een rode wangen, hè? Oeh. Doei doei. Maar gaan we eerst handjes wassen, hè? Dan hebben we weer schone handjes. Doei. Ja. Doei. Dat moet nog gedaan worden. We kwamen achter dat er een kleine lekkage zat erachter. Dus we hebben de woningbouw gebeld en die komen morgen te fixen. Dus dat wordt ook gefixt. En door het even een nieuw vloertje leggen. Ja, dat is een kraantje. Dat deden we voor de buitenkraan. Zodat we daar konden aftappen voor de zomer. Dus ja. Hier gaan we voor morgen nog iets aan hangen. Van die steuntjes of... ik weet nog niet precies wat. Dat gaan we morgen even uitzoeken. Mijn mannetje en ik. Hier komen fotolijstjes te hangen. Ook hartstikke leuk. En ja, tot zover is dit nu de gang van zaken. Hier komen ook weer een andere wc-rol hangertje aan. Dus ja, ik vind niks voor. Even dan om de hoek. Kijk zo. Hier ga ik even over nadenken wat ik precies wil. Hier komt een handdoekje aan te hangen. Zo'n lange handdoekje. Zodat ze de handjes kunnen afdrogen als hier zo. Want dit wil ik weer fixen terug naar een kraantje. Dus dat ga ik ook nog doen. En ik moet dit nog even schilderen. Dus ja, dan is het weer netjes. En de kroonluchter moet nog opgehangen worden. Ja, dus tot zover is dit het eindresultaat. Vind je het leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie graag morgen weer met een volgende aflevering van mijn wc opknappen. Doeg! Dan gaan we nu naar een vogeltje. Hey, kanarie.